Speciale roadshow moet scholieren warm laten lopen voor logistieke sector. Zeker nu de personeelstekorten groot zijn. Maandagochtend is de vierde editie van de logistieke roadshow geopend op het Montessori College in Nijmegen. Het doel is om scholieren enthousiast te maken voor de logistieke sector. Dat is hoog nodig, want deze sector kampt met enorme personeelstekorten. Het concept van de roadshow moet zorgen dat er meer interesse in de logistiek komt bij scholieren. Omdat we willen zorgen dat er in de instroom komt, op de RFC's zeg maar, en op de Hogeschool aan Nijmegen. En de leerlingen enthousiast te maken van logistiek. Omdat er heel veel onwetendheid is. Maar elke branche heeft te maken met logistiek. Dus dat proberen we hier kennis te laten maken door spellen zeg maar, door inzicht te krijgen. De scholieren doen mee met verschillende spellen die te maken hebben met het beroep uit de logistieke sector. Zo is er een escape room, maken ze een optimale reisplanning voor het maken van hamburgers en worden er pizza's bezorgd. Ja, de reden dat wij dit doen als Montessori College Nijmegen en Groesbeek is dat wij willen dat leerlingen kennis maken met deze wereld om te kunnen kijken van nou is dit mogelijk iets voor mij. Hè? Want we willen al die beroepswerelden af en logistiek is er één van. En dat ze zich goed kunnen oriënteren en een goede keuze kunnen maken voor het vervolg na het VMBO. De logistieke sector kampt met een personeelstekort door onder andere de onbekendheid van het werk. Ik wist niet echt precies wat het was. Ik wist op zich wel een beetje wat het was met vervoer en zo en vrachtwagens. Maar ik had er nog niet echt per se op ingekeken wat het nou eigenlijk was. En toen kreeg ik allemaal uitleg en nu zie ik eigenlijk een beetje van wat er allemaal met die vrachtwagens gebeurt en met bestellingen en dat dat eigenlijk best wel belangrijk is. Ik heb nog niet iets gevonden wat ik per se leuk vind, maar tot nu toe zeg maar van wat ik al heb gezien, het lijkt me best wel leuk om te doen. Maar ik heb nog niet iets specifieks gevonden wat ik leuk vind. Dus dat betekent dat iedere dag hebben we ongeveer, iedere week ongeveer 700 leerlingen die we enthousiast maken. En dat gaat zeker lukken. Het weer is mooi, de begeleiders zijn enthousiast. Dus ik denk dat het zeker gaat lukken. Vanaf vandaag tot en met 20 oktober voert Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden uit aan de A50. Het gaat daarbij om het gedeelte tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk. De werkzaamheden vinden 's avonds en in de nacht plaats en dit zal in etappes plaatsvinden. Rijkswaterstaat houdt rekening met een half uur extra reistijd. Ook deze winter zal de gemeente Nijmegen weer een winteropvang verzorgen voor dak aan thuislozen. Bij de Jan Massenkal zullen 15 opvangunits worden geplaatst om maximaal 30 mensen te beschermen tegen de kou. De opvang zal geopend zijn van 1 november tot en met 1 mei. Het is een natuurfenomeen waar de meeste mensen speciaal voor naar Lapland reizen. Maar zondagavond was het ook gewoon te zien in de omgeving van Nijmegen, het Noorderlicht. De Nijmeegse weerman Wouter van Bernebeek maakte er deze foto van op de heuvels tussen Mook en Groesbeek. Voor je het heeft gemist, goed nieuws. Aankomende nacht is er weer een nieuwe kans. Houd hiervoor aan het einde van de avond, begin van de nacht, de noordelijke hemel in de gaten. Op een donkere plek heb je de meeste kans om er iets van te zien. Hij was er bijna niet meer geweest. De eeuwenoude toren van Puiflijk, ooit gered van de sloophamer, dreigt hij nu uit zichzelf uit elkaar te vallen. De eerste stukken steen kwamen al naar beneden. De Puiflijknaren verzamelden een ton in en peuterden nog eens 3 ton los bij de gemeente Druten om dit te voorkomen. Zo oud en versleten dat hij gewoon uit elkaar valt. Er zijn een paar van deze dingen omlaag gevallen. Gelukkig dat er niemand onderliep, want dan was hij gegarandeerd dood geweest. Lang zat er een kerk aan de oude toren vast. Maar een paar honderd jaar geleden stortte het middelste deel daarvan al in. Omdat het gewoon niet onderhouden werd. En toen zag de kerk er een tijd lang zo uit. Dat is ook goed te zien op oude afbeeldingen. Uiteindelijk verdween de kerk helemaal en bleef enkel de toren over. Rond 1815 kon de brandweer er wel wat mee. En daarom hebben ze die beugel aan de buitenkant gemaakt, want er konden de slangen aangehangen worden. Vermoedelijk sloopte die brandweer ook 2 van de 3 vloeren uit het gebouw om ook aan de binnenkant slangen op te kunnen hangen. Daar werd de toren natuurlijk niet steviger van. Ja, ik vind het nu al een prachtige toren, maar willen we die over 100 jaar of 200 jaar ook nog hebben, ja, dan moeten we hem nou toch wel aanpakken. De verdwenen vloeren komen nu terug. Alles bij elkaar wordt er €400.000 uitgegeven om het hart van Puiflijk te redden van de ondergang. Het zijn meer dan alleen bakstenen, voor het dorp Puiflijk zeker.
het behoud van een zo'n monument mag wel wat kosten. Er zijn zelfs plannen geweest, ik heb er archiefstukken van, dat er mensen waren die zeiden van nou, daar moeten we geen cent meer in steken, we kunnen hem net zo goed afbreken. Dat is gelukkig niet gebeurd. Dat zou een echte ramp zijn. Dan werpen we even een blik op de sociale media. Gebroeders van Limburg laat op Facebook weten dat Clemens Verhoeven afgelopen woensdag op 74-jarige leeftijd is overleden. Verhoeven was medeoprichter en bestuurslid van Stichting Maalwaal van Limburg. De organisatie laat weten zijn warmte, inzet en humor vreselijk te gaan missen. COC Regio Nijmegen komt op Facebook nog even terug op het overlijden van Roorse woensdagoprichter Sander Edeveen. Hierbij laten ze weten dat er aanstaande zaterdag een herdenkingsbijeenkomst zal zijn tussen 3 en 5 in het Roorse Huis in Nijmegen. Iedereen die Sander gekend heeft, is welkom. En tot slot kondigt de gemeente Overbetuwe alvast aan dat op zaterdag 14 oktober weer een zogenaamd veiligheidsplein wordt georganiseerd op het Europaplein in Elst. Tussen 11 en half 4 zijn er onder meer demonstraties van de politie, brandweer en ambulance en is er voor jongeren een computerspel om gevaren te herkennen. Meer info is te vinden op overbetuwe.nl/veiligheidsplein. Ja, en dan sport. Zaterdag speelde NEC de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. NEC moest op jacht naar de zo hard nodige punten. Tegenstander FC Utrecht met de nieuwe trainer Ron Jans kent ook geen goede seizoenstart. NEC begon sterk aan de wedstrijd, maar de Goffert hield de adem in toen Jasper Sillissen geblesseerd naar de kant moest. Robin Roels moest hem vervangen en dat deed hij op indrukwekkende wijze. NEC won met 3-0 van FC Utrecht en pakte daarmee 3 belangrijke punten. Roels maakte zijn debuut en beleefde een bijzondere avond. Ja, zeker. Daar kun je alleen maar van genieten. Op het begin is het natuurlijk een beetje spanning en denk je van wat is dit nou weer. Maar nee, echt van genoten. Het ging ook lekker, dus dan geniet je er extra van. Doel wel schoongehouden, want het is echt een droomavond denk ik voor je. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat als je dan inkomt en gelijk de 1-0 valt, dan valt ook gelijk wel even alle zenuwen van je af. Dus dat is lekker. En ja, een paar reddingjes nog kunnen doen, dus dat is al lekker. Geweldige avond, denk ik. Ja, dit is wel een mooie avond. Ik denk, net vroegen ze mij het ook. En ik zei, ik heb echt genoten van de avond. Van uiteraard de uitslag, maar ook het spel en ook de sfeer. Ja, want ik vond NEC ja, echt... Bijna fantastisch gewoon vanavond. Het was echt heel goed. Of overdrijf ik nu misschien een beetje? Ja, dat doe je wel. Ja. En dat komt ook door de momenten waarop je de goal scoort en de uitslag. Hè, daar moet je ook doorheen kijken. Maar ik denk wel dat je gezien hebt dat we weer een stap hebben gemaakt ten opzichte van de vorige weken. En met het spel van een aantal spelers die teruggekomen zijn, worden we als elftal beter. Ja, en uiteindelijk, als je dan 3 goals maakt en 0 goals tegen, een wissel van een keeper, dat soort dingen, dat maakt ook dat het iets mooier oog dan dat het was. Maar ja, we mogen er even van genieten, dat hebben we wel verdiend, denk ik. Hoe trots ben je dan op Robin Roefs? Ja, vind ik mooi. En cool als hij is, komt hij het veld op. En hij zei, ik had wel wat last van spanning. Hè, maar de eerste 2 ballen speelde hij lang, daarna ging hij ook voetballen. Goede reddingen gehad, rust uitgestraald. En ja, dat is wel mooi. Kan je het allemaal geloven wat er vanavond is gebeurd? Ja, nu al steeds meer. Ik zag net mijn telefoon, die stond aardig... rood gloeien, maar nee, ik kan het wel steeds meer geloven. Dus. Geniet ervan, man. Komt helemaal goed, gaan we doen. Ja, na een wisselvallige eerste week van de herfst krijgen we deze week stabiel en droog nazomerweer. In grote lijnen is het de hele week vrij zonnig, met hier en daar wat bewolking. De zomerse 25 graden gaan we waarschijnlijk net niet halen, maar de 23, dat moet wel lukken, zeker op dinsdag en woensdag. De dagen na iets meer kans op een enkele bui, hoewel onze regio de dans lijkt te ontspringen. De temperatuur blijft nog even boven de 20 graden en ook in de nachten is het relatief warm. Ook volgende week lijkt dit rustige weer nog aan te houden. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 25 september. Volg ons ook op Facebook, X en op Instagram via RN7 Online. En houd voor het laatste nieuws natuurlijk onze website in de gaten, rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag, tot dan.